Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ja, jullie horen het goed. Dit wordt de eerste weekvlog die ik maak. En wat houdt het dan in? Nou, daar heb ik even een tijdje over na moeten denken. Sorry voor het wiebelen. Ik heb er even een tijdje over na moeten denken. En wat ik bij een weekvlog mij voorstel, is natuurlijk dat je je leven laat zien in de week. En ik heb hier Levi. En ja, ik vind het moeilijk om mijzelf te filmen. Dat mogen jullie best weten. Ten eerste voor de privacy. Er zijn mij in het leven een aantal dingen overkomen. En diegene die ons dat heeft aangedaan, die hoeft mij niet op YouTube te zien. Hij ziet al denk ik genoeg op YouTube. Dus vandaar. Dus even een privacyregel. Vandaar dat ik ook het liefst mijn kinderen niet te veel in beeld heb. Mijzelf niet te veel in beeld heb. En mijn woning ook niet volledig in beeld wil hebben. Maar het leek me wel heel leuk om eens een keer een weekvlog op te nemen. Om jullie eigenlijk elke dag een stukje mee te nemen. En vooral Reborn gerelateerd natuurlijk. Want ja, daar gaat dit kanaal over. Ik ben niet een reborn moeder die elke dag met een hobby bezig kan zijn. Niet dat ik het niet wil, maar het lukt gewoon niet. Omdat ik gewoon een heel druk leven heb. Met 3 kinderen, veel activiteiten. En ja, ik ben gewoon iemand die sociaal altijd voor andere mensen klaarstaat. Dus ik ben ook heel vaak voor andere mensen bezig. En op pad. Hier even een kop koffie en daar even je sociale contacten onderhouden, zeg maar. Ik sta ook veel voor mijn zusje klaar met betreft de kinderen. Dus ik heb ook soms heel vaak even mijn neefje of mijn nichtje bij mij op bezoek. Dus vandaar dat ik gewoon niet heel veel tijd heb om elke dag met mijn hobby bezig te zijn. Maar ik vond het toch leuk om jullie mee te nemen. Een hele week, elke dag een reborn stukje. Ook voor mij leuk om te doen dat ik elke dag even een momentje neem waarop ik tijd heb voor mijn hobby. Nou, ik presenteer jullie hier even Levi. Want ik heb net van het weekend een nieuw wiegje gekregen. Van mijn lieve vriend. En dat is dit Moses wiegje. Die staat nu in de woonkamer op de plaats van de box. En de box is er dus uitgehaald. En hij is nu voor een jongetje ingericht. En ik wou hem eigenlijk even naar voor Lux maken. Want Lux, die ligt nu hier. In dit wiegje. Dit is mijn ledikantjes wiegje. Ja, hoe noem je dat? Basiswieg of zo. Noah wiegje. Zijn ze ook al voor te koop. Maar het is dus een model ledikantje. Maar wel in wiegjesformaat. Ze heeft een nestje erin, zodat hij nog wat verkleint. Dat is op zich natuurlijk ook wel heel schattig. Maar ik wil toch eens kijken hoe Lux in het wiegje staat. En hier, komen we nog weer even een stapje verder, heb ik Seb. Die ligt nog lekker in de kinderwagen. Het was de bedoeling om met hem te wandelen, maar dat is er niet meer van gekomen. Helaas, afgelopen weekend in mijn mooie nieuwe kinderwagen. Daar ligt Sepje, Lux en Levi. Dus ja, Finn en Nora liggen boven. Die liggen even in mijn knork in de wagen op mijn slaapkamer. Maar dat is echt een zootje daar. Dat moet ik nodig opruimen. Oh, dat wil ik dus ook al dagen doen. Nou, zo zie je dus alweer. Het komt er echt nooit van. Het is vandaag woensdag, 25 september en we zitten ondertussen alweer op 11:15 ochtends. Ik heb vanochtend mijn ochtendroutine gehad. Helaas geen ochtendroutine met de reborns. Die wil ik heus wel een keer filmen voor jullie deze week. Dus ik had deze video ook naar voren komen. Maar een ochtendroutine natuurlijk met mijn kinderen. Ik heb ze even naar school gebracht. Ze zijn tot 12:30 naar school. Hey Luxje. Hallo. Lux die slaapt zo lekker. En ze zijn
om 12:30 dus vrij vanmiddag. En dan hebben we weer een hele drukke middag voor de boeg. Dus ja, ik heb nu heel even een momentje om, om hun om te wisselen. Ah, dit is ook lief, hè, wat ze nou aan heeft trouwens. Maar ze wordt al wel weer omgekleed. Maar dat doe ik denk ik even op een later momentje. Misschien morgen. Dan heb ik weer een momentje om dat dan weer te filmen. Ik heb gisteren trouwens nog een boxmobiel gevonden. Echt heel schattig. Met pluizenbeestjes die dan weer bij haar paardje passen, vind ik. Ik vind het hier weer perfect. Ook grijs met wit. En zij, het paardje is ook grijs met wit. En vond ik hem wel leuk bijpassen. Maar ja, nu heb ik de box er natuurlijk uit. Deze vind ik ook leuk bij dat muisje. Spiegeltje. Nou heb ik de box er natuurlijk uit. Maar nu heb ik de mobiel hier aan hangen. Boven het bedje. Alleen mijn poesjes vinden dat ook super schattig om mee te spelen. Die denken, hey, wat hangt daar? Daar kan ik ook wel leuk mee spelen. Dus die gaan op Lux liggen met de pootjes in de lucht. Ook naar die beestjes grijpen. Ik heb, dat weten jullie waarschijnlijk helemaal nog niet. Maar ik heb dus een heleboel katten. En voor de vraag, gaat katten samen met Reborns? Ja, gaat prima samen. Alleen, ja god, ze willen heus wel eens een keer hierin liggen. Want dat vinden ze dan natuurlijk heel lekker liggen. En ze willen heus wel eens een keer in de box liggen. Of in de kinderwagen per ongeluk. Nou, de kinderwagen mogen ze nu nog niet in zitten. Dat wil ik niet hebben, dus dan word ik altijd boos. Dus dan stuur ik ze er gelijk uit. Dan gaan ze natuurlijk altijd hier in die kap liggen, hier onder de kap. Dat vinden ze natuurlijk heel beschut. Maar ik heb dus een heleboel katjes. Op dit moment heb ik er 6. En ik heb ook nog 6 kittens. Die zijn net 2 weken oud. Dus het is een beestenbende hier zo. 3 kinderen, 12 katten. Heleboel reborns. Nou, druk leven heb ik er maar mee. Ah. Ik ga Levi even omruilen met Lux. En laat ik jullie zometeen nog even het resultaat zien. En dat zal dan de bijdrage waarschijnlijk zijn voor vandaag. Dus dan even een intro over deze week vlog. Nou ja, jullie snappen dus nu mijn privacy redenen waarom ik onszelf dus niet film. Maar ik vond het wel heel leuk, voor mijzelf ook een uitdaging om elke dag even met de Reborns bezig te zijn en jullie daarin mee te nemen. Dus nou, ik kom zo meteen nog even bij jullie terug om dat nog even te showen. En dan zie ik jullie morgen. Zo, ondertussen heb ik even het wiegje dus opgemaakt voor Lux. Die ligt er nu echt heerlijk in. Hij is heel kort opgemaakt. Want ja, ze is natuurlijk heel klein. En anders dan ligt ze helemaal in het midden van het wiegje. Ze moeten eigenlijk officieel met hun voetjes 10 centimeter van de rand af liggen bij baby's. Zodat ze niet onder de dekentjes kunnen verdwijnen met hun hoofd voor wie gedood. Nou, dus zo ziet Lux er nu uit. Zij is een buikslapertje trouwens. Zij ligt echt het allerliefst op haar buik. Wil ik haar rustig krijgen, dan ligt ze gewoon lekker op de buik te slapen. Dat is natuurlijk al een risico. Maar ik hou het altijd goed in de gaten. Ze ligt gewoon graag op de buik. En ik heb nu Levi even het wiegje. Die ligt nu ook even op zijn buik te slapen. Want die is een beetje spugerig. Vandaar ook even zijn extra hydrofiel deken en zijn extra spuugdoek erbij. Want hij, sinds gisteren ineens, is hij een beetje spugerig. Dus, nou, ligt hij even op zijn buikje te slapen. Oh, nog even een beetje beter ommaken. Hier steekt zijn dekentje nog helemaal uit. Dat vind ik dan niet zo mooi. Moet wel netjes.
het nadeel. Zo. Knesje heb ik er even onder gelegd. Als ze huilerig zijn, leg ik Knesje even op de bank. Bij mij in de buurt. Je sepje ligt er nog steeds gewoon net zo. Nou jongens, het is het dan weer voor vandaag. En anders wordt het ook wel een hele lange video. Want ik ben nu alweer 10 minuten onderweg, alleen voor vandaag. En als ik er een weekvlog van wil maken, dan wordt het wel echt heel erg lang. Maar vandaag staat verder op de planning dat ik even een boodschap ga. Er komt een vriendin bij me langs vanmiddag. Ik moet nu nog heel snel mijn huishoudelijke taken gaan doen. Maar ja, reborn tijd betekent wel minder tijd voor huishouden. Maar goed, ik ga proberen om dat elke dag even in te plannen, ook voor mezelf. Dus ik zie jullie morgen weer bij het vervolg van deze weekvlog. En dan kletsen we dan weer gezellig verder. Tot morgen. Goedemorgen. Vandaag is het donderdag. We zijn dus inderdaad nu een dag verder. Donderdag 26 september. Het is opnieuw ongeveer 10:55 in de ochtend. Blijkbaar is dit dus mijn tijd dat ik dus even een momentje voor mezelf heb. Nadat ik wat huishoudelijke klussen heb gedaan. En de kinderen op school heb enzovoort. Ik ben hier met Levi. Ik dacht ik pak Levi er even weer bij voor jullie. Want het is volgens mij al een tijd geleden dat Levi in de video naar voren kwam. Nou ja, natuurlijk ook gisteren in de weekvlog. Maar hè, een echte video over Levi is al een hele tijd terug. Ik denk een jaar geleden ongeveer. Maar Levi is er nog steeds. Nou ja, zoals jullie weten blijven de baby's ook allemaal bij mij. Levi is ondertussen mijn kleine roodharige vriendje. Hij was niet rood, jongens, maar hij is rood geworden. Ik denk door de lotion die mijn dochtertje een keer per ongeluk heeft gebruikt. Dus wees echt heel voorzichtig met haar lotion. Er zit alcohol in en dat verkleurt dus de haartjes van je reborn. Maar goed, het misstaat hem niet hoor. Hij heeft echt nog steeds heel mooi haar. Alleen een beetje rood. Je bent een beetje een rode. Ja. Yeah. Nou. Maar Levi die... misschien is het leuk om een beetje over Levi te vertellen. Hoe ik zijn karaktertje zie. Het is een heel lief, zacht jongetje. Hij is natuurlijk ook heel lieflijk. Met zijn gekromde beentjes. En ja, het is een heel zacht jongetje. Hij huilt eigenlijk nooit. Dat is al vanaf het moment dat hij bij me is gekomen. Dus vanaf zijn geboorte huilt hij eigenlijk nooit. Hij wacht altijd heel erg netjes op zijn beurt. Het is echt een droomventje. Hij slaapt lief en nou, hij is heel erg schattig. Zo. Ik kreeg ineens even een telefoontje tussendoor, sorry jongens. Maar Levi is dus een heel lief, schattig jongetje. Hij is heel rustig, het is een heel rustige baby. En ja, hij heeft eigenlijk geen rare fratsen, zeg maar. Ja, wat moet ik erover zeggen? Finn is echt een baby die heeft heel veel problemen vanaf het begin al. Hij spuugt heel veel, heeft reflux. Nou, allemaal dat soort problemen. Heel lang gezocht naar de juiste fles. Nou, bij Levi was dat allemaal niet zo. Hij neemt eigenlijk elke fles wel. Het maakt hem niet uit. Van Difrax tot Afen tot Dr. Brown. Voor Levi maakt het niet heel veel uit. Tommy Tippy. Maar ja, voor Finn wel. En Nora is ook niet zo moeilijk. En Seb is echt gehecht aan zijn Tommy Tippy. Die wil eigenlijk niks anders drinken. En voor Lux ben ik dus nog op zoek. Maar ik heb gisteren een bestelling gedaan nog bij Prenatal. Ik hoop dat hij vandaag binnenkomt, maar ik heb nog geen berichtje van de post. Dus ik weet het niet. Ik wou dus Levi even omkleden. Hij heeft nu dit hele mooie vestje aan van Prenatal Pure Collectie.
grijs vestje. Omdat hij had een groen vest aan van Noppies, maar die heeft mijn moeder even in gebruik. Omdat zij dus voor haar Timo ook een vestje wilde breien in dezelfde kleurtint. En ze was erg op zoek naar die kleur. Het is sage, hè, mintgroenachtig, oudgroen. Sage noemen ze dat volgens mij. Nou, dus toen lag hij een hele tijd zo, maar het werd een beetje koud. Dus toen heb ik hem het mooie Prenatal Pure vestje aangedaan. Levi draagt maatje 50, ook wel 56. Hij is niet zo moeilijk, omdat hij gekromde beentjes heeft, lost vaak wat extra lange broekjes of wat dan ook, lost wel weer op. En ik heb besloten dat hij ook gebruik mag maken van Seb's kledinggarderobe. Seb kan nooit al zijn pakjes dragen. En anders dan, dat is wel een beetje zonde, vind ik. Dus Levi kan daar ook prima gebruik van maken. Dus het vestje is ook officieel van Seb. Maar goed, dat mag Levi dus ook dragen. Nou, hier is de kleine man. Nou, hij heeft zulke lieve beentjes. En zijn luie gedeelte, dat is ook zo schattig, zo echt, lijkt het. Hé, Levi? Ja, je bent al dan niet zo lekker, hè? Hij is al aan het spugen sinds gisteren. Ja, dat is niet zo leuk, hè? We gaan jou even lekker warm pakje aandoen. De luiertjes die ik gebruik. Waar is mijn luier nu gebleven? Even zoeken. Ik heb er een beetje een zootje van. Hier. Voor Seb en voor Levi gebruik ik of deze van de Lidl, van Loopilou. Of van Pampers, maatje 1. Dus die bevallen mij heel goed. Deze van de Lidl zijn helemaal niet duur. Ik heb geen idee meer, maar het was echt spotgoedkoop. €2,50 of zo voor een pak luiers van maatje 1. De grotere maten worden natuurlijk wel steeds duurder, maar maatje 1 kostte echt niks. Ik ga kijken of het mij weer met één hand lukt, jongens. Het binnenste luiertje gaat weer weg. Oh, dat is altijd spannend. Oh, het Levi's benen. Zo. Gelukt. En Levi? Gelukt. Nou, dan gaat dit luiertje. Die gaat weer als nummertje 1. Deze als nummertje 2. Even wapperen, zei mijn moeder altijd. Oh, ik ben nog steeds een beetje verkouden. Dus het zijn altijd van die snotterige video's die jullie horen. Nou. Het gaat allemaal niet zo makkelijk met één hand. Dus ik ga hem even verschonen en dan laat ik jullie zien wat hij aankrijgt. Zo, nou Levi heeft zijn rompen weer vast en de luier om. Wat krijgt hij nou aan? Hij krijgt dit pak aan van de Hema van Seb. Met het gebreide vestje van oma. Dit vestje heeft oma gebreid. Het labeltje zit los. Maar er staat ook Made by Oma. Okergeel. En hij heeft daarbij ook nog slofjes. Okergeel. Dus dit ga ik hem even aantrekken. En dan laat ik jullie zo meteen het resultaat zien.
Zo, nou daar ben ik weer. En dit is het resultaat. Levi is lekker warm aangekleed. Zodat hij lekker kan opknappen van het virus wat hij mogelijk onder de leden heeft. Want hij heeft eigenlijk nooit ergens last van. Ja. Ziet er super schattig uit met zijn okergele sloffen. Hé, Leef. Ik heb een beetje overbelichting. Ik zit hier bij het raam. Ik heb het gordijn al dicht gedaan, maar ja, het helpt nog niet zoveel. Terwijl het een hele grauwe dag is. Het regent en het doet en blag. Nou ja, het is echt zo'n dag dat je denkt van lekker binnen blijven en een beetje aanvreubelen. Dus ja, dat ga ik ook maar even doen, denk ik. Ik heb nu trouwens voor Sepp de nieuwste herfstkleur gekocht. Roestbruin. Denk ik dat het is. Ja, roest, denk ik. Het lijkt haast wel wijnrood, bruin, roestig kleurtje. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat Sepp staat. Ik hoop dat ik dat pakketje dus heel snel binnen heb. En ook voor Lux, want daar zit haar kleine prematuurflesje in. De Dr. Brown prematuurfles. Dus die hoop ik snel binnen te hebben. En dan zal ik dat ongetwijfeld ook filmen voor jullie in deze week vlog. En als het vandaag nog is, dan wordt het nog vandaag. En anders dan zie ik jullie morgen weer. En dan wens ik jullie voor vandaag alvast weer een hele leuke dag. Nou ja, als jullie de vlog zien, dan is het natuurlijk alweer een week voorbij. Maar ja, alsnog een hele fijne dag. Een hele fijne donderdag. En ik zie jullie morgen. Tot morgen. En weer een hele goede morgen. Het is ondertussen donderdag. Nee, sorry, vrijdag. Ik raak zelfs in de war met de dagen. En zoals jullie zien, zit ik weer vrolijk aan mijn kopje koffie en mijn beschuitje. Samen met de poes. Die is hier. Mimi. Haha, wil je ook op de video? Huh? Mimi. Mimi is een van de poesjes uit mijn nestje. Het eerste nestje. Ik heb ondertussen nu alweer het tweede nestje. Die zijn nu 2,5 weken oud ongeveer. En Lux ligt te slapen in de wieg. En die gaan we zo even erbij pakken. Ze ligt zo schattig te slapen. Heel lekker te slapen. Maar die gaan we er dus zometeen even bij pakken. Want ik heb hier wat kleding klaargelegd voor haar. Dus we gaan haar dit keer even omkleden. En Levi en Sepp, die liggen hier. Levi is lekker warm nadat hij dus gisteren dit heeft aangekregen. En het gaat een stuk beter met hem. Zij ligt lekker te slapen boven zijn mobiel. Ik heb net een nieuwe boxmobiel gevonden, tweedehands. Ook een grijs met wit, ik vond hem zo leuk. En Seppje ligt hier te slapen in de kinderwagen. Dus, nou, hier ligt Lux. Zo. En hier is de poes, die heeft stiekem mijn aap bijgepakt. Dat lust jij helemaal niet. Hou eens op. Oh, je lust helemaal geen aardbeien. Hm? Dikke boef. Nou, het is ongeveer opnieuw 10:45. Ik kom elke keer ongeveer rond dezelfde tijd uit. En dat kan best wel komen ook omdat ik natuurlijk elke ochtend hetzelfde routine eigenlijk heb. Ik sta elke ochtend rond tussen 7:30 en 8:30 op. En zoals jullie weten ben ik nu op dit moment thuis. Ik ben afgekeurd wegens mijn ziekte. En ik zorg voor de drie kinderen. Dus dat is een beetje waarom ik thuis ben. Omdat het gewoon op dit moment niet gaat.
Dus ik ben nu al een paar jaar bij huis nadat ik dus ziek ben geweest. En dat is ook wel beter. Ik ga ondertussen Lux even pakken, anders film ik altijd met een kop koffie. En dat is voor jullie ook niet heel veel aan. Maar ja, ik heb dus elke ochtend hetzelfde ritueel. Dus ik sta rond 7:30 op. En tussen 7:30 en 8:30 ligt een beetje aan hoe laat mijn oudste dochtertje moet beginnen. Nou, en dan maak ik hun een school, eten maken, broodtrommels vullen. Je weet vast wel, als je zelf kinderen hebt, de hele riedel, hoe druk dat kan zijn. Het is echt een ochtendspits. Mijn dochtertje krijgt, mijn jongste dochtertje krijgt op dit moment gezinsklas. En dat is een soort therapie op school. En normaal ben ik daar dus elke vrijdagochtend bij aanwezig. Maar vandaag wilde haar vader er wel bij aanwezig zijn. Hé, hey Lux, kom maar. We gaan jou even omkleden. Oep. Even optillen met één hand. Zo. Dat lukt wel. Mimi, wat zit je nu weer te eten? Je bent ook elke keer wat aan het eten. Ga eens aan de kant. Ik zat daar. Hup. Nou, we leggen Lux hier even neer. Zo, daar is Lux. Nou lig ik andersom dan gisteren voor het licht. Dan heb ik nog licht. Nou, zo. Maar ja, dat is altijd een hele drukke ochtendspits. En vervolgens ga ik dan altijd... Ik zit even te kijken naar het licht hoor, maar het is wel heel donker. Vervolgens ga ik dan het huishouden doen. En veelal ben ik dus inderdaad tussen 10:30 en 10:45 klaar met mijn routine. En ja, dat is eigenlijk elke dag bijna hetzelfde. Eerst de woonkamer opruimen met wat de kinderen hebben achtergelaten. En de man trouwens net zo, die kan er ook wat van. En dan vervolgens de afwas, de stofzuiger, de wc, nou, de was aanzetten, de droger draait, nou ja, enzovoort. Gewoon druk. Deze vrijdag hoefde ik dus niet naar de gezinsklas en normaal zit ik dus elke vrijdagochtend daar. Nou, we gaan Lux even omkleden vandaag. En ik heb voor haar dit groene jasje. Die is gewoon echt puur om even voor de warm, voor als ze het koud heeft. En ik heb besloten om haar vandaag dit schattige pakje aan te doen met een neutraal kleurtje. Dat staat daar ook super lief. Een schone luier heeft ze niet echt nodig. Ik doe dat trouwens niet elke keer, jongens, hoor, want ja, die luiers worden natuurlijk niet vies. dus ik vind dat een beetje onzin. Om dan elke keer zo'n dure luier te wisselen. Maar ik doe dat wel, nou, vrij vaak. Oké, Mimi. Mimi die vindt nu de boxmobiel. Superleuk. Maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dan gaan we even. Mimi, hup. Je weet dat jij hier niet mag komen. Niet bij Levi. En niet bij Sepp. En ook niet in de wieg. Maar jij bent een ondeugend poesje. Ja. Mijn handen vol aan. In ieder geval. Dus, nou, als het goed is, dan moet ik vandaag een pakket binnenkrijgen. Want wij doen dus de Reborn Swap. Daar heb ik jullie vast al eerder deze week over verteld. Julia en ik doen dat. Ja, ik ben daar dus wat spulletjes voor aan het kopen, bestellen, zodat ik een leuke doos voor haar kan samenstellen. Hé, hey, wat je hand. Ik heb gisteren dus op Marketplace van Facebook dus iemand gevonden die heel veel babykleertjes had. Dat was allemaal nog als nieuw. Ik dacht, nou, dat ga ik overnemen. Dus hier heb ik een berichtje gedaan. En dat heb ik dus ook het geld overgemaakt. En nu ga ik dus hopen dat ik dat pakket dus ook krijg. Want ja, je weet het maar nooit via Marktplaats. Dus ik vind dat eigenlijk best wel spannend. Want ze zou mij een track and trace sturen. En dat is dus nog niet gebeurd.
Dus ja, dat is best wel even een spannend moment. Ik hoop dat het wel gaat gebeuren. Ik zal haar er straks anders nog een keer weer om vragen. Dan hoop ik dat het pakket vandaag aankomt. Want er zit dus een heleboel kleertjes in wat naar de Reborn Swap gaat. Ach, je haar. Dat was eventjes zo. Dus ja, er gaan een heleboel dingetjes naar de Reborn Swap van. Er zitten ook een paar dingetjes voor mezelf tussen die ik zelf graag wilde hebben. Waaronder ook een pukkenbaby. Piep, de kleinste pukkenbaby. Een roze met nijntje erop. Die is voor mezelf. Voor Lux. En nou, ik heb natuurlijk ook al een inbaker doekje. Een Swaddle Me. En een Swaddle Me. Ook een roze van Jolijn. Met octopusjes erop. Die is ook super leuk. Dus ja. Wie weet hoe ik die wel in de swapdoos. Geen idee. Dan hou ik de Pukka Baby. En dan zij misschien die Swaddle Me. Voor Eline. Omdat die nogal onrustig is. Het is nogal een onrustige baby. Nou, verder heb ik gisteren nog even wat inkoopjes gedaan ervoor. En waarschijnlijk moet ik vanmiddag ook nog even weer naar het centrum toe. Misschien dat ik daar nog even wat over ga filmen. Ik ga Lux even omkleden. Laat ik jullie even weer het resultaat zien. Want ik heb dit nou alweer helemaal volgekletst, deze video. En we zitten nu alweer op 10 minuten. En als ik alles bij elkaar aanplak, dan wordt dit een weekvlog van ongeveer 1,5 uur of zo. Nee, dat komt wel goed. Maar ik ga even haar omkleden. En dan laat ik zo meteen het resultaat van jullie zien. Zo, voordat ik het vergeet. Dit pakje komt van de CNA, van de babyclub. En dan de mini baby, maatje 42 is het. Het is echt een klein pakje. En ze past er echt precies in. Dus ik ga hem even aantrekken. Maar ik wilde jullie even laten weten waar het pakje vandaan kwam. Zo, nou, hier zijn we weer. En ze ligt even lekker op schoot bij mama. Want ze is alweer moe geworden. En dit pakje zit haar dus heel erg goed. Haar echt perfect. Maatje 42. Ja. Ze heeft wat last van spruw. Dus ze drinkt heel slecht. En ik moet dus haar flesje nog binnenkrijgen. Dus dat is echt een probleem. En Luxje? Ja. Met haar blonde haar. Vooral in het licht zie je hoe blond het eigenlijk is. Dus ja, ik hoop ook dat die prenatalbestelling snel binnenkomt trouwens, jongens. Want ook daarin heb ik nog geen bestelbevestiging gekregen. Dus ik word daar een beetje moe van dat het allemaal zo lang moet duren. Ik ben een beetje bol.com gewend. En dat is echt gewoon, je krijgt een mailtje. Bestelbevestiging krijg je meteen door wanneer die wordt bezorgd. Dus je weet meteen waar je aan toe bent. Hé, hey, Mimi, kom je ook even bij de baby kijken? Ja, ja. Mimi is ook heel lief. Hé, Mimi? Ja. Maar goed, ik ben het dus gewend om gelijk te weten waar ik aan toe ben. En dan maakt het niet uit dat het op een dag later of 2 dagen later of 3 dagen later wordt bezorgd. Maar dat je meteen weet van, oké, ik weet, ik heb het nu besteld, maar het komt vrijdag binnen, weet je wel. Dat je gewoon een datum hebt waarop je gewoon weet van, het komt binnen en het is goed gegaan. En nu zit je een beetje in twijfel of het allemaal wel goed gaat komen. Maar goed, ik laat jullie in ieder geval weten, ik hou jullie op de hoogte ervan. Ik heb trouwens wel weer opnieuw een bestelling ook gedaan bij bol.com. Oh my. Ik ben echt lekker bezig, geloof ik. Maar ik moest achter een bibspeentje aan. Voor de Reborn Swap. Julia, als je het kijkt. Nou ja, je weet ervan. Je hebt zelf een verlanglijstje zo'n beetje samengesteld. Maar die heb ik dus even bij bol.com besteld. Maar toen zag ik dus 2 hele nieuwe kleuren.
de roestkleur van Bibs met zelfs een speenkoord. En aangezien ik dat pakje heb besteld voor Seb met die roestkleur, dacht ik van, oh, die speen, die zal er vast heel mooi bij staan. Dus die heb ik voor Seb besteld. En de sage. En de sage is een mintgroenige kleur. Mimi, ik zei zo net ook al dat je geen aardbeien lustte. Hou eens op. En die sage, dat is de kleur die mijn moeder heel graag voor Timo wil. En dus heb ik daar ook een speentje van besteld. Een bipspeentje met koord voor mijn moeder als cadeautje. Nou, mijn moeder kijkt deze video nog niet. Als die video online komt, dan heeft ze het cadeautje al gehad. Dus dan is het niet zo erg dat ik dat in deze video vertel. Nou, ik ga Lux even weer lekker in het wiegje neerleggen. En dan, dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, daar ligt ze weer hoor. Lekker in de wieg. Lekker weer op de buik. Is toch wel haar favoriete houding. Ik heb haar het vestje even aangedaan, omdat ze het heel moeilijk vindt om haar warmte goed op peil te houden. Ze is toch wel, dan merk je toch wel dat zij een stukje kleiner is en dat het met deze koudere dagen, dat het wat minder goed gaat. Dus ze was altijd wat kouwelijk. Nou, en dan die spruw erbij. Dus ja, even het lekkere warme vest aan, zodat ze lekker kan slapen. En ondertussen ga ik nu even mijn koffie opdrinken. Met Mimi. Mimi. Man, je geeft haast licht. Zo wit ben jij. Ik moet de andere kittens nog even vegen. En, van alles doen nog. De kinderen komen straks thuis. Die worden thuisgebracht door hun vader. We zijn gescheiden en het ligt nogal wel eens gecompliceerd, zeg maar, de relatie. Maar op zich kunnen we wel heel goed met elkaar overweg. Maar het gaat bij hem thuis met de kinderen dan weer niet zo goed. Maar hij doet wel zijn best om er op die momenten dan te zijn, zeg maar. Maar goed, het is een hele ingewikkelde relatie. Dat ga ik ook niet hier op YouTube melden. Maar goed, hun vader is dus wel met ze mee. Even de kleertjes weer opruimen. Dit is een maatje 46, ook van Mini Baby. Van de CNA Baby Club. Wat vind je, Mini? Wat vind je, Mimi? Ja, kom eens. Ja, gezellige beestenboel is het hier ook, met die poesjes. Maar gisteren kwam mijn oudste kat, Max, die kwam ineens met een wondje thuis op zijn hoofd. Dus die had al een stinkende wondje. Blach. Maak ik altijd schoon voor hem. Ik hoop niet dat hij er ziek van wordt. Anders moet ik weer met hem naar de dierenarts. Blijf bezig met al die beesten. Maar goed, dat hoort er nou helemaal bij als je beestjes hebt. Vandaag lijkt het wel iets wat beter weer te zijn. Ik hoop dat ik misschien nog een wandelingetje kan maken of zo. Maar dan moet ik eerst weten of die pakketten binnenkomen of niet. Ingewikkeld. En ik ben ook wel heel benieuwd naar die Reborn Swap, want ik ben ook wel benieuwd naar wat ik krijg natuurlijk. Want ik krijg dus ook een hele leuke doos met allemaal spullen. En dat, sorry, het zal volgende week zijn denk ik ongeveer. En dat, dat maakt me wel nieuwsgierig in ieder geval. Nou jongens, ik sluit met het beeld van lieve Poesje Mimi. 5 maanden is ze lief het. Lekker dinkie. Wel een ondeugje. Maar daar sluit ik deze video voor vandaag weer even mee af. Waarschijnlijk ben ik er dus niet eerder weer dan morgen. Maar ja, dat kan ik nooit met zekerheid zeggen. Want stel dat ik die pakketten wel binnenkrijg vandaag, dan zal ik zeker weten een boxopening even nog met jullie opnemen. Dus komt helemaal goed. En anders tot morgen. Oké, nou daar ben ik weer. Het was echt ongelooflijk grappig, want ik had echt net de video hiervoor dus afgesloten. Het is nog steeds vrijdag, het is 10:50 ondertussen. En ik sluit dus de video hiervoor af met jullie en glad komt de postbode
mijn padje op gefietst met de bestelling van bol.com. Dat bedoel ik dus. Zo snel is bol.com dus. Deze heb ik dus gisteravond besteld. Echt, nou, voor het slapen gaan. En het is nu al binnen. Nog geen 12 uur later. Dus het is echt ongelooflijk hoe snel bol.com kan zijn. Dit zijn dus naar verwachting bipspeentjes. Dus ik ga even de verpakking openknippen. Als het lukt. Kijk, Poes Mimi zit daar nog steeds te kijken naar mij. Die denkt van, nou, oké, okay, we zijn er weer. Ja. Nou, deze is dus die voor de Riemerswet. Die heeft ze zelf aangevraagd hoor, dus ze weet ervan. Maar dit is dus de blush. Het is dus de oude roze. Die heeft Lux ook. Zoals je kan zien is het dezelfde. De Lux heb ik ondertussen een magneetje aangemaakt, zodat ze die in de mond kan. De blush. Pips. Dus die is voor Julia. Voor baby Eline. Die doe ik even weer in de verpakking. Die leg ik even op de kast. En dan zal dit dus het doosje moeten zijn. Oh, even lekker voor zitten. Met de nieuwe kleur. Voor Sepp. Ik ben echt super benieuwd. Die heb ik dus nog niet gezien. In het echt ook niet. Nou. Zit goed dichtgeplakt. Ik had al expres een een schaar meegenomen. Nou, hier nog even langs. Oh nee. Dit is echt zwaar werk met één hand, jongens. Echt. Zo. Hoppakee. Nou, daar gaat hij. Oeh, mooi ingepakt. Dat is super leuk. Kijk dan. Wat super schattig. Het nieuwe tijgerprintje. Dat is nu ook helemaal in, hè? Het was eerst zwart met witte stipjes en mintgroen. En het is dus nu allemaal luipaard of tijger, jaguar, print. Thank you. Thank you. Voor dit mooie ingepakte cadeautje. Daar gaat hij dan. Oh, kijk dan. Mooi. De mintgroen. Deze kleurspeen heb ik al. Die sage. Kijk hoor. Of je het een beetje goed op kleur. Nou, kijk. Ik hou ook van die kleur. Zoals je ziet. Maar deze kleur heb ik. Hoi, jeetje mina. Wat doet het licht toch? Zo. Deze kleur heb ik dus zelf ook. Voor Levi. Dacht ik. Of voor Sepp. Even checken. Seppje. Welke kleur heb jij hier aan jouw speendoek? Oh ja. Nee. Sepp heeft hem. Dan heeft Levi een beetje een zandkleurige. Een zandkleurige bibs. Maar die heeft hij dus niet bij zich. Maar dit is dus de Sage ook. Kijk. Dat is dezelfde kleur. En deze is dus voor mijn moeder. Dit is een cadeautje voor mijn moeder. Dat zal ik straks even brengen. Dit is dus die nieuwe kleur. Roestbruin. Ze noemen het ook rust. Rust is de nieuwe kleur. Zet het hier ook op. Love is you. Mimi, je hoeft de doos niet op te eten hoor. Ik weet dat je dat leuk vindt. Ze is aan het wisselen. Dus ze kauwt echt overal op met haar tandjes. En ik heb al meerdere tandjes gevonden. Kijk, elke hoek. Soms ook als ik mijn telefoon pak. Dan gaat ze aan de hoeken van mijn telefoonhoesje knagen. Ik ga even kijken of ik dit voor jullie open kan maken, jongens. Ik ben heel benieuwd. Nou, een kat in de doos. Oh, lekker ding. Je bent wel grappig, Mimi. Je vult de video. Nou, dit is dus de roestkleur. Met
Een gevlokte ei. Hey, 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 hey. Dat is dus niet de bedoeling. Wil je ook een speentje? Wil je ook een speentje, Mimi? Grapjes. We gaan eens even kijken hoe die Sep zou staan. Sepje. Kijk eens. Een mooie nieuwe kleur voor jou. Nou, dat is wel een geweldig mooie kleur, jongens. Oh, Sep ligt ook helemaal op zijn zij. Daar houdt hij van. Ja, ik ben er blij mee. Als straks zijn mooie nieuwe pakje aankomt, dan... ja, dan past dat er mooi bij. Perfect. Die roestkleur is er super blij mee. Het was helemaal niet zo vreselijk duur om met het touwtje erbij aan. Ik geloof het speentje zelf kost los al €6,90. Tenminste wel via Bol. Niet goedkoop dus. Want ik geloof dat ze bij de prenatal en zo, dat ze daar iets van €3,95 kosten. Maar met speenkoortje, dit is dan een cadeauverpakking met speenkoortje, €14,50. Vind ik niet heel erg duur. Vind ik echt wel leuk om ook even zo... Ik wou dat papier bewaren. Jongen, jongen, jongen. Hou eens op. Ik wil dit bewaren. Hier kan ik het dipspeentje mooi inpakken voor Julia. Moet jij dat niet gaan verkreukelen? Hé, of zal ik jou inpakken? Zal ik jou even inpakken, Mimi? Nou, ze is wel lekker bezig. Of zal ik hem voor oma? Ik ga hem voor oma bewaren. Kan ik oma eventjes inpakken voor oma? Deze. Hop, die voor oma. Die ga ik vanmiddag nog even brengen naar mijn moeder. Gezellig. Zeg ik even dat ik een cadeautje voor haar heb. Nou, jongens, de video loopt nu alweer 8 minuten. Het is echt ongelooflijk. Ik klets ook elke keer wel weer een hele hoop troep eraan vast, geloof ik. Maar deze zijn dus binnen. Nu is het wachten op het pakje van Sep. En het andere speentje gaat de zwepdoos in. Ik heb er nog meer cadeautjes liggen. Ik ga eens even achter cadeaupapier aan. En ik hoop dat het met die kleertjes goed gaat komen. Dus ik ga die mevrouw nu een berichtje sturen. En misschien zie ik jullie nog weer deze dag. Doei! Daar ben ik weer. Ik hoop dat jullie me kunnen horen. Het is een beetje winderig. Maar ik ben nu met Sep onderweg naar oma om een cadeautje te geven. Die zit hierin. Dus Sep mag even mee in de kinderwagen, omdat het zonnig weer is. En wij dus rustig even kunnen wandelen. Tenminste, als jullie mij horen. Zo, ik moest even een weg oversteken. Maar oma woont niet ver bij ons vandaan. Dus we gaan het cadeautje nog even brengen. En dat wordt ook bij de weekvlog. Dus ik dacht, ik laat jullie dat nog even zien. En dan ben ik benieuwd wat oma ervan vindt. Van haar mooie speenkoord. Nou, dus we zijn er bijna. Oma woont eigenlijk gewoon aan de andere kant van de rotonde. Dus dat is echt super handig. Nou, ik laat jullie nog wel weten wat ze ervan vindt. En ik heb dus nog niks van het pakket gehoord. Dus ja, dat is niet zo leuk. Oké, tot later.